Ik ben Martin de Wever en ik ben zondag Belgisch kampioen geworden wielrennen bij de 13-jarige aspiranten. Afgelopen zondag won Merten de Wever in Zwijnaarden zijn eerste Belgische titel. Helemaal onverwacht kan je dat niet noemen, want Merten won dit jaar op één na alle wedstrijden waar hij aan deelnam. Liep het in het Vlaamse kampioenschap nog mis, dan mocht Merten deze keer wel een trui aantrekken. Het is toch een speciaal gevoel, want niet veel mensen worden Belgisch kampioen. En het is wel iets speciaals. Hoe heb je die wedstrijd precies gewonnen? Het was een spurt. Met een compacte groep. Er waren een paar lossers, maar dat was dan door een mechanisch defect. Je rijdt nu rond met de driekleur. Hoe voelt dat om dat truitje te mogen aantrekken? Oh, het is echt een speciaal gevoel. Je bent iemand speciaal in het peloton. Je bent de enige die trui mag dragen, dus het is wel een goed gevoel. Vorig jaar was mijn eerste seizoen en dit is mijn tweede. En het loopt ongelooflijk goed, hè? Ja, we hebben bijna nog niets verloren. In die 2 jaar heb ik tot nu toe nog maar 5 keer verloren. Dat was 5 keer tweede, dus alles gaat heel goed. Van kleins af aan was ik wel altijd gefascineerd door het fietsen. En fietste ik ook zelf heel veel. Maar altijd gevoetbald. En sinds dan ben ik bij een koersen en het is heel meegevallen. Er zijn natuurlijk nog veel andere goede renners, maar als je zo Belgisch kampioen wordt, dan ben je de beste. En dan wordt er ook meer naar je gekeken. Dan wordt het ook moeilijker om een wedstrijd te winnen. Maar ik ga er nu eerst nog een beetje van genieten en we zien wel hoe dat verder gaat.